We gaan dus op zoek naar de persoonlijke gegevens van die twee en vullen een toelating. Boeiend! Schwartz, pak de geheugenwisser. Zodra die kids er zijn, wissen we hun herinneringen. Badabing, badabing. Luister je toch mee? Dit kan je niet. Voor de tiende keer, de geheugenwisser is vernietigd toen jij en Kid Danger het opnamen tegen Drex. Die gaat ons echt niet meer uit de problemen helpen. Oh. Ik heb wel een ideetje. Met een kettingzaag en een ventilator. Water uitpraten. Wat heb jij? Waarom ben jij zo eng? Omdat mijn telefoon gestolen is. Koop dan een nieuwe! Nee, als jouw beste vriend wordt gestolen, koop jij toch ook geen andere? Zeker! Mijn beste vriend zit in Dystopia, dus ik heb 4 nieuwe gekocht. Oh, hou van je man. Ja, dat komt nog. Oké. Als volgens het grote boek der Swellview-wetten die kinderen besluiten zelf weg te gaan van een school, dan... En dan kunnen Shapen en haar gemeente Rikken de school niet sluiten! We maken het die nieuwelingen zo moeilijk dat ze niets anders meer willen dan weggaan. Goed plan, Chappa. En totaal niet gewelddadig. Ik was ook nog niet klaar. We zoeken uit van wie ze het meest houden en dan in het midden van de nacht... Nee, Chappa! Oh. En je begon net zo goed. Dat is heel goed. Oh joh, dat komt wel goed. Schiet op, ze komen eraan. Hey. Ray, deze kapotte stoel lag in de kelder. Top dit. Leg uit. Eén van de twee moet gaan zitten op dit oude roestige ding. En de ander op deze termietenkruk. Wat is een termietenkruk? Een kruk vol termieten. Probeer maar. Nee. Ik snap je. Ik zat dus te denken... Laat maar uitpraten. Als die twee er zijn, ga ik mijn krachten gebruiken om van alles te laten zweven. En ik gebruik mijn mond om spookgeluiden te maken, zoals... Soep. Soep. Spoken houden van soep, vertellen ze me altijd. Goed genoeg. Oké, waar is die engert gebleven? Chappa zit met een kettingzaag verstopt in de kast. Op ons tegen springt ze eruit en maakt ze de nieuwe kids bang. Goed man, topplan. Wil ik meer van. Wat is het jouwe? Ik leef mijn leven met een open hart en een sterke wil. En zo blijf ik leven tot problemen zichzelf oplossen. Wie heeft jou zo gemaakt? Het systeem. Ik mis Henry. Mika. Oké, niet boos worden, ja, maar... Ja, die zin maakt me altijd boos. Maar, zodra ik hun namen weet, wil ik hun persoonlijke gegevens in op een... Een supercomputer die ze opeet? Nee! Dan boeit het niet. Volgende. Oké, maar wat ga jij doen? Oh, fijn dat iemand naar mij vraagt. Dit is een krachtmeter. Zoals alle andere krachtmeters die bij normale scholen staan. Nee, op welke school precies? Met deze hamer sla je Schwartz helemaal omhoog om die bel te raken. Hallo. En waarom zouden ze daardoor hier weg willen? Wacht maar af. Ongeïdentificeerd persoon. Oké. Okay. Dat zijn ze. En onthoud allemaal, wat er ook gebeurt, doe gemeen tegen die twee. Yes. Komt goed. Wow, Percy. Onze nieuwe school. We gaan het hier zo leuk hebben. Inderdaad, Mirjam. We gaan eindelijk gelukkig worden op onze nieuwe school. En het ruikt hier zoveel beter dan op het busstation. Komt omdat hier wel toiletten zijn, lieverd. Hoe dan ook, ik moet gaan. Het is woensdag, dus er is gratis sushi bij de benzinebom. En er gaat niets boven gratis sushi en kleding van Bocci. Later. Hallo, ik ben jullie leraar. En jullie maar gaan... U kunt onze leraar toch niet zijn? Daar bent u veel te jong en knap voor. En u bent duidelijk vriendelijk met een gulle geest. Dat zie ik in uw ogen. Kunnen jullie ons even excuseren? Neem de tijd. Zij is zo terug. Ah!